En dat is eigenlijk het pijnpunt van dit inschrijvingsdecreet. Men heeft 5 jaar eigenlijk niets gedaan om helemaal op het einde van de rit te komen met een onvolkomen decreet. Men had perfect kunnen die ene inschrijvingsdatum regelen, dat Centraal Aanmeldingsregister voor heel Vlaanderen en Brussel verplicht kunnen maken, zodat je inderdaad maar 1 keer kon aanmelden en inschrijven. Heel simpel. Ik meld aan in een regio waar er onvoldoende capaciteit is. Ik ga even op de wachtlijst en waar er voldoende capaciteit is, ben ik meteen ingeschreven. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.